Dames en heren, welkom bij aflevering 3 van Formule 1 My Team Career Mode F1 2021 natuurlijk. En vandaag is het tijd voor Spanje. We zijn 2 keer achter elkaar 9e geëindigd. 2 keer achter elkaar in de punten. Dat je denkt, lekker. Benieuwd of dat vandaag ook weer gaat lukken, maar vandaag begint met het allerbelangrijkste. Iets waarom ik eigenlijk deze carrière überhaupt begonnen ben op de computer. Ik heb mijn eigen livery. Even dikke vette shout-out naar Chris. Chris, shout-out naar jou voor het maken. En hij is nu nog wat kaal. Dat gaat nog veranderen. Ik wil hem laten upgraden, maar dit is hem voor nu. Dat goud, ja, daar ben ik wel gewoon fan van in principe. Dus dat wilde ik wel graag hebben. Bankzitters logootje voorop. Natuurlijk rijden we met een Honda motor. Dus dat moet ook gewoon aanwezig zijn op de livery. Daarvoorop zie je ook nog in het goud een Ik Wil Te Goed logootje. Sowieso de tekst Ik Wil Te Goed nog over de voorvleugel heen. Ik mijn nummer 98. En achterop zien we nog het Game Koning logo. En zometeen, dat zul je nog wel zien in de race, als we naar de achtervleugel kijken, dan staat er een hele belangrijke boodschap. Maar er is nog ruimte voor meer. Er is nog steeds ruimte voor meer. Maar ik vond dit wel gewoon lekker. Lekker strak. Een beetje dat goudkleurige wat ik eerst ook had. Maar dan in combinatie met zwart. Ook de mensen die achter me rijden krijgen de duidelijke boodschap om even te abonneren. En in de halo heb ik ook nog een mooie message voor jullie staan. Wat jullie natuurlijk allemaal absoluut moeten gaan volgen. Verder gaan we lekker. We zijn op dit moment gewoon rustig de 7e auto van de grid. We zijn beter dan de Alpine. Vorige aflevering vet veel geüpgrade. Waaronder het DRS activeringsmechanisme. Overigens op die DRS staat abonneren. Dat is leuk. Ik vind onszelf al ontzettend snel in de rechte lijn. Dus in principe drekreductie hebben we niet per se nodig. Ik zit meer eigenlijk van misschien wat downforce voor of downforce achter. En aangezien we voor geen korting hebben, en dat vind ik gewoon zonde van mijn centen, ga ik voor achter. Het zijn allebei wel kleine upgrades. Kunnen er maar eentje doen. Ik ben gewoon met de goedkoopste, want waarom zouden we dat niet? Is als goed net voor Monaco binnen? Nou, dan kun je downforce altijd goed gebruiken. Dus laten we dat doen. Ook de roldempers zijn binnen, waardoor we minder bandenslijtage hebben. En in principe kan ik kijken of ik hier misschien nog iets wil doen. Zijn we allemaal wat duurdere upgrades? Het is een kleine weerbandenslijtage of een grote aan de gewichtsherverdeling. Die is dan wel pas na Monaco klaar voor Azerbaijan. Maar check even wat de stap dat geeft. Dus ik denk dat ik die toch ga doen. Qua betrouwbaarheid staan we al super hoog zoals je kan zien. Dus dat is top. Wel 40% faalkans aangezien ik de hele faciliteit van de duurzaamheid nog gewoon helemaal niks aan heb geüpgraded. Waarschijnlijk gaat het gewoon rustig mislukken. Maar goed. Ook is het tijd voor onze eerste sponsor. En eigenlijk is dat heel simpel. Want dat Zainetto, ja, je moet 2 vragen beantwoorden. En het geeft letterlijk de hoogste doelbonus die wij op dit moment kunnen krijgen. In totaal geeft Uterpe? Geeft ons wel meer geld als we ons doel halen, maar dat doel is weer kwalificeren hoger dan je rivaal. En ja, dat risico voor die $10.000, dat ga ik echt niet nemen. Dus ga gewoon voor Zainetto. Er zitten maar 2 dagen tussen de race van vorige week in Portimao en de race van deze week in Spanje. We kunnen dus verder niet echt iets doen. We kunnen wellicht 1 upgrade krijgen en die lukt aan de verbeterde energieopslagcellen. Overigens had ik het vorige week over de bandenverdeling, maar ik kan het dus niet aanpassen. Ik wil in Q2 2 setjes softs, maar ik heb geen idee. Ik kan hier niet op klikken ofzo. Ik kan hier niks mee doen. Ik kan alleen op terug. Dus goed. We zitten dus met een extra setje mediums hier in Spanje die je eigenlijk niet hoeft. Maar goed, qua upgrades is het wel heel mooi. Want wij hebben dus een upgrade gedaan in die 2 dagen. En je ziet dat eigenlijk. Maar je ziet dus eigenlijk dat, ja, buiten ons Alfa Romeo en ja, en Alfa Tauri lijkt ook een klein beetje te zijn gesprongen. Evenals Aston Martin. Maar we zitten er heel goed bij. We gaan heel snel met ons team. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken hier in Spanje. En we beginnen de kwalificatie met 93% kans op regen. In de race zie je dat de kans op regen 45% is. Dus ondanks het wolkje met de druppels wil dat niet per se zeggen dat het per definitie zeker gaat regenen. Want natuurlijk spelen we met een benadering van de regen. En dat betekent dat het niet altijd zeker is dat het daadwerkelijk klopt. Want ja, niets is zo onvoorspelbaar als het weer. En wat ook wel bijzonder is, is in mijn eerste rondje besluit Lewis Hamilton tegen mij aan te gaan zitten en me in te halen in bocht 1. Terwijl we allebei op een kwalificatierondje zitten. Dus Hamilton tetst eraf. En ja, ik verneuk natuurlijk ook heel mijn rondje. Gelukkig geen schade, dus we kunnen gewoon door. Maar ja, laten we het houden op een bijzondere actie van de Mercedes-coureur. Dus we gaan meteen voor een tweede rondje daarna erachteraan. En ja, het zal je niks verbazen. Maar in de eerste 2 bochten pakken we gelijk 3 seconden. Ja, net gingen we er hier natuurlijk vanaf. Dus ja, niks meer dan logisch. Ondanks dat we hier een momentje hebben, komen we 3,2 seconden sneller door sector 1 heen. En wat dan wel opvallend is, is de vervolg van de ronde. Want ik heb zojuist de ronde gewoon afgereden om ook een beetje gevoel te krijgen in de regen. En wat je uiteindelijk gaat zien is dat ik eigenlijk buiten die eerste 2 bochten, waar ik natuurlijk 3 seconden won, tijd verlies ten opzichte van
de ronde die stond. Want ik ben uiteindelijk maar 2,8 seconden sneller dan mijn vorige ronde. En uiteindelijk doet me dat terugvallen naar plekje nummer 17. En dat is precies de plek die nog doorgang geeft naar Q2. Maar natuurlijk wordt de baan steeds droger en droger, omdat er natuurlijk op gereden wordt. En dat merk je eigenlijk, ondanks dat ik hier weer een ontzettend groot momentje heb in die lange doordraaier, bocht nummer 3 is dat, pak ik toch 1,5 tiende, zelfs 2 tiende bijna, meer dan 2 tiende in sector 1. En dit heeft eigenlijk allemaal gewoon met grip te maken, want ondanks dat eigenlijk mijn rijstijl hier slechter is, win ik toch tijd omdat ik gewoon weg meer grip heb. En je ziet uiteindelijk dat verschil alleen maar groter en groter wordt. Als we hier door bocht 7 en 8 komen, is het gat al bijna 1/8 tiende om mijn tot nu toe snelste tijd. Als we hem hier dan dat rechte stuk op draaien, heb je gewoon veel meer grip, kun je vroeger op het gas, kun je harder door die bocht heen en iets later aanremmen, et cetera. En met nog 2 minuten op de klok deze sessie pakken we uiteindelijk een voorsprong van bijna 1,5 seconde op onze vorige tijd. En je ziet dan ook dat we ziek springen, want er staan nog mensen in de pitstraat. En ondanks dat misschien een Mercedes is of een McLaren die veel sneller is, ja, hij heeft met veel meer regen gereden. Dus ik rijd met veel minder regen op de baan, veel meer grip op de baan. En ja, dan maakt het niet uit wat voor auto je hebt. Ze zeggen wel eens dat regen natuurlijk de grote gelijkmaker is in de Formule 1. Dat dan eigenlijk de prestaties van de auto's er niet meer toe doen. En daarom besluit ik ook helemaal aan het einde van Q1 nog een rondje te rijden. En je ziet dat ik wederom weer sneller ben dan mijn tot nu toe snelste tijd. En dat komt gewoon allemaal door die opdrogende baan. Zetten we ons zelfs op dit moment op plek 9 neer. Maar kijk eens hoeveel mensen er nog in de pitstraat stonden. En die zijn niet meer naar buiten gegaan. Geen idee waarom. Verstappen 1, Perez 2. Wij, als in ik en mijn teamgenoot Matsushita, 12 en 13. En je ziet dat het niveau eigenlijk nog steeds perfect staat. Want we zijn 22.000ste sneller dan onze teamgenoot. Nou, dat zegt heel veel. Maar kijk dan eens wie er uitvalt in Q1. Lewis Hamilton heeft maar 1 rondje gedaan, werd er natuurlijk ook afgetest. Of nou, niet, werd er niet afgetest, deed hij helemaal zelf. En hij gaat niet door naar Q2. Bizarre van een regenkwalificatie. Er gebeuren altijd rare dingen. Ook krijgen Latifi en Raikkonen 5 plekken gridpenalty door het blokkeren. Geen idee wat daar is gebeurd, maar goed. Maar het belangrijkste is dat wij natuurlijk doorgaan naar Q2, waar wij hier inmiddels bezig zijn als eerste rondje. En ik moet zeggen, dit was geen goed rondje. Vooral als je hier ook die laatste chicaan ziet, daar verlies gewoon heel veel tijd. Ik raak 2 keer dat gele broodje. Je moet juist de curb kussen. En dat broodje moet je absoluut niet raken. Dat kost je gewoon superveel tijd. Dus het is geen goed rondje. Maar weet je wat het is? De baan is toch nog aan het opdrogen. Dus het maakt niet heel veel uit, dat aan het einde van de sessie is er toch meer grip. Ga je toch automatisch veel sneller. Maar ondanks dat is het wel belangrijk om nu toch een rondje neer te zetten. Want ik zeg nu wel, de baan droogt op, maar het zou zomaar harder kunnen gaan regenen. Of er zou iets kunnen gebeuren zoals hier. Ik tet ze vanaf in de regen. Ik probeer een rondje eraan vast te plakken. Maar ja, te veel risico, te veel curb denk ik. Toch nog te glad. En we tetsen eraf, dus we gaan weer terug naar binnen. Doen er een nieuw setje banden om. En zien dat we inmiddels 14e staan. Als we de tijd doorspoelen naar het einde. Want het ging inderdaad steeds minder hard regenen. En er kwam steeds meer grip. Dus dan heeft het geen zin om al eerder een rondje te doen. En met precies nog 1,5 minuut op de klok. En wetende dat we ongeveer 1 minuut 28 over een rondje doen. Weet ik dus van, oké, ik kan hier altijd nog een tweede ronde aan vastplakken. Maar belangrijk is, wij zijn als allerlaatste op de baan. En wat zie je weer? Heel veel mensen blijven in de pitstraat. En ja, je ziet dat ik hier als een gek al aan het verbeteren ben ten opzichte van mijn persoonlijk snelste raceronde, die sowieso al niet goed was. Dus daar zat al gewoon verbetering in, maar niet zoveel verbetering in. Een groot deel van deze verbetering heeft gewoon simpel gezegd te maken met een opdrogende baan. En uiteindelijk pakken we, nou ja, 7, 8 tiende. Je ziet dat we hier veel beter door de chicane heen komen. Opkomen rechte stuk zijn we meer dan 1 seconde sneller dan onze vorige tijd. En dat pleurt onszelf gewoon naar P nummer 7. En de grote reden nogmaals daarvoor is dat er weliswaar snellere auto's zijn, maar die hebben onder vele slechtere condities hun tijd neergezet. En ik probeerde zelfs nog een rondje aan vast te plakken, want ik had nog tijd over. Maar je ziet dat ik hem hier ongeldig laat verklaren omdat ik buiten de baan kom. En daarbij was ik al 14e sneller, dus dat had toch geen zin meer. Maar ondanks dat blijven we 7e. Zijn teamgenoot helaas 13e. Die had misschien toch stiekem wel wat meer ingezeten. Maar we gaan dus door naar Q3. En normaal zou je zeggen, dat kan niet met jouw auto, dus het niveau staat wel te laag. Nee. Dat is dus wat regen kan doen. Dat is wat regen invloed heeft. Vraag het maar aan George Russell. Als wij inmiddels zien dat het misschien aan het einde van Q3 wel eens droog zou kunnen worden. Je ziet ook dat ik hier check van hoeveel langzamer zijn de zachte banden nu dan de regenbanden. En dat is ongeveer 6
0,7 seconden, maar het gat werd steeds kleiner. En je ziet hier, als we even de tijd doorspoelen, dat inmiddels de softband sneller is. Radar is clear. Weather is looking good for now. Dry seem like the fastest tire at the moment. Hier ook bevestiging vanuit mijn team. De droogweerbanden zijn op dit moment de snelste banden. Ondanks dat je nog wel een beetje regen ziet, is dit het crossoverpunt. Iedereen heeft zijn tijd neergezet op intermediates, behalve Lando Norris, die met mij nu ook buiten is. Die is ook op de softs aan het rijden, maar die is net voor mij naar buiten gegaan en de baan is nog steeds aan het opdrogen. Dus in principe heb ik het bandenvoordeel en je ziet ook dat we in sector 1 gelijk een paarse tijd neerzetten. Nou ja, ik zou natuurlijk nooit paars kunnen rijden, maar ja, aangezien iedereen op de intermediates heeft gereden en ik op de softs, kun je zelfs dit soort foutjes maken in bocht nummer 10. Ik pakte in het rempunt van een droge lijn. En dan merk je toch wel dat de baan echt nog wel nat was. En ik rem dus te laat. Mis daardoor complete apex van bocht nummer 10. Overigens hier nog de oude bocht nummer 10. In het echte circuit is die nu aangepast. Maar op de game nog niet. Dat zal volgend jaar pas gebeuren. Maar uiteindelijk zetten we twee paarse sectoren neer. En ook hier opkomen rechte stuk kunnen we gewoon sneller op het gast. Op onze slicks in plaats van onze regenbanden. Gaan we drie keer paars. Zetten we de snelste race ronde neer. Maar we weten wel met nog drie à 4 minuten op de klok gaat natuurlijk iedereen een rondje doen op de softband. En dan is het afwachten waar we terechtkomen. Er is nog steeds wel wat regen. Maar we gaan het toch proberen. Als je hier ziet met nog 1,5 minuut op de klok dat ik aan mijn laatste run begin. En mijn banden zijn koud. 76 graden op de voorbanden. Dat is echt veel te koud. Ze moeten wel eigenlijk richting de 90 gaan. Achterbanden nu 80 graden. En we gaan dus met koude banden beginnen aan deze ronde. En ja, dat is niet heel lekker gedaan van mezelf, al zeg ik het zelf. Maar wel weer op een drogere baan met weer meer grip. Dus ondanks de koude banden pakken we hier eigenlijk in bocht 1, 2 en 3 al gelijke 3/10, 4/10, 5/10. En dit heeft gewoon alles te maken met grip. Maar op dit moment is iedereen buiten op de softs. Niemand die fout maakt om niet naar buiten te gaan op de softs. Want je ziet dat we zoveel blijven verbeteren in sector 1. Iets meer dan sector 1 hebben we al een seconde te pakken op onze tot dan toe snelste tijd. Maar je ziet dan vervolgens dat Perez een veel te klein gat richting mij heeft laten vallen. En die sluit bij mij aan. En dat is vrij rot voor de Red Bull coureur. Want die kan mij niet voorbij. Nee, natuurlijk niet. We zitten allebei op een kwalificatieronde. Maar die gaat wel degelijk opgehouden worden. We zijn echt als een gek aan het verbeteren. Wat dus laat zien dat de baan echt volle bak aan het opdrogen is. Uiteindelijk bijna 3 seconden zijn we sneller als we hier door sector 3 racen. Waar we vooral heel veel meer profijt hebben van de grip. Iets te laat gerend bij die laatste chicane. Kost me nog wat tijd. En nu zie je iedereen over start finish komen. En iedereen mij naar beneden drukken. We rijden op dit moment op de derde plek. Maar iedereen letterlijk die over start finish komt is sneller dan dat ik ben. En dat is het ding. Ik zei het al. Regen maakt alles eerlijker. En daardoor kun je je soms verbazen. En vraag het aan George Russell. Die tweede eindigde in België kwalificatie. Derde afgelopen week in Rusland. En ik nu in het droge. Dik en dik tiende, 9/10 langzamer dan de nummer 9 Tsunoda. Ik had niks te zeggen in het droge. En ik hoor natuurlijk ook helemaal niet thuis in Q3. De enige reden dat ik daar zat was door de regen. Door de regen heb ik me kunnen kwalificeren op plekje nummer 10. Maar uiteindelijk was onze auto natuurlijk verre weg van goed genoeg voor Q3. Anders waren we ook zeker 15e of zo geworden. Maar zo zie je maar weer. Je kunt goed gebruik maken van de regen. En we gaan starten op de 10e plek hier in Catalonia. Welkom bij wat weer een fascinerende Spaanse Grand Prix beloofd te worden. Een race waarin Max Verstappen in 2016 zijn eerste zege ooit pakte met het Red Bull team. Na de dramatische aanvaring tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Krijgen we vandaag meer momenten voor het plakboek te zien? Laten we eerst even checken. Wat gaat het weer doen? Je ziet het begin van de race 45% kans. En dan later in de race steeds meer kans op regen. En waarschijnlijk aan het einde bijna zekerheid op regen. Snelste strategie is medium hard. Maar we weten van hard gebruiken is zonde. Want we gaan uiteindelijk sowieso wel moeten switchen naar regenbanden. Dus ik besloot om voor de twee stop te gaan. Medium, medium, soft. Waarvan ik eigenlijk dacht het wordt waarschijnlijk medium, medium, intermediate. Dus droog, droog, regenband. Maar ik heb dan ook altijd nog de optie om te schakelen naar medium, soft, regenband. Want dat ging uiteindelijk afhangen van wat het weer ging doen. Het start in ieder geval in het droge. En wij zijn heel slecht weg. Worden gelijk ingehaald door Alonso, Vettel en Matsushita. Onze teamgenoot met een goede start. Overigens starten wij op P9. Omdat Yuki Tsunoda een grip penalty had genomen. Waardoor wij dus één plaatje opschoven. En we zien hier vervolgens in bocht 3 pakken wij de buitenkant van Matsushita. Hij wil hem naar buiten laten lopen. Maar daar zitten wij al echt. En dus kunnen we gelukkig onze schade nog enigszins beperken. In plaats van dat we 3 posities terugvallen zijn op de 2. Dus het is alsnog
Reten slecht. Vettel en Alonso zijn de mannen die ons inhalen. Als we hier een herhaling zien van de start. Dat we, ja, we waren echt slecht weg. Dus zeg maar, we reageerden al traag. En toen vervolgens had ik ook nog wielspin. En ja, drama. Maar ja, kan een keer gebeuren. We komen hier dan aan de buitenkant van onze teamgenoot. Hier dan aan de binnenkant. Dan zitten we eigenlijk al zij aan zij. Gaat hij wel eerder bocht 3 in. Maar die wijdere lijn neem je gewoon meer snelheid mee. En sowieso weet ik al dat bocht 3 was wel de plek waar wij eigenlijk het echt goed deden. Sowieso sector 1 was echt onze sector. En uiteindelijk moeten we vanaf daar weer door gaan werken. Als we hier ook de start zien vanuit de auto van onze teamgenoot die echt goed weg is. Hè? Want buiten dat hij mij inhaalt, haalt hij hier ook even tijdelijk Vettel in. Hij komt dan eigenlijk vast te zitten achter Alonso. Want hij is ook beter weg dan Alonso. Maar moet dan gewoon liften. Waardoor dat Vettel uiteindelijk weer terugkomt. En daardoor verliest hij eigenlijk die posities weer terug. Want eigenlijk won die 2 posities. Uiteindelijk verliest hij de eerste meteen alweer terug aan Vettel. En uiteindelijk ook eentje aan mij. Dus uiteindelijk ja, verandert er voor Matsushita niks. Je ziet hier dat hij mij naar buiten wilde laten lopen en dan echt naar binnen moet sturen om een aanrijding met mij te voorkomen, gelukkig. Want dat zou het zijn als wij dat samen afschuiven. Inmiddels ingaande rondje 2 gaat het eigenlijk allemaal goed. Hebben we hier een gele vlak voor ons. Iedereen op de rem, ik over de hobbels heen, kom terug op de baan en we hebben wel opeens 2 posities gewonnen. Ga naar P9, maar dan precies op die plek waar ik net juist Matsushita in haalde, haalt hij me eigenlijk weer terug in. Ga ik zij aan zij richting bocht 4, rem ik te laat, pak Matsushita de positie. Maar wat de hel gebeurde daar? We zien het hier, Daniel Ricciardo spint gewoon en Perez sluit aan. Wij kunnen er dan aan de binnenkant omheen, de rest gaat er aan de buitenkant omheen. Maar omdat ik dan zo slecht terug join op de baan, verlies ik wel meteen weer een positie terug. Maar ja, aan de andere kant, ik won er 2, want kijk deze mannen. Wat gebeurt hier? Perez is helemaal de dupe van. Ricciardo maakt zelf een fout, weet je. Dus dat, ja, nou ja, dat boeit dan niet, dat is je eigen schuld. Maar Perez valt helemaal terug naar de ja, ene laatste plaats. Want hij gaat uiteindelijk wel nog Ricciardo voorbij. Maar kijk nu links onderin op de minimap. Je ziet Perez op P21 en Ricciardo op 22. Hun race is eigenlijk al een soort van over. Ondanks dat er natuurlijk nog heel veel kan gebeuren. Wij gaan paars naar sector 1. Ik zei al, sector 1 is echt mijn sector. Paars is wel heel overdreven. Wij proberen aan te blijven sluiten met Matsushita. Inmiddels hebben we DRS en dan krijgen we dit op de boordradio. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. 10 tot 15 minuten en dan begint het met regenen. Maar natuurlijk is het niet zodra het regent dat je meteen naar de regenbanden gaat. Soms wel, als het meteen hard regent. Maar als het rustig begint met regenen, dan kan dat nog wel eens wat langer duren. En weet je, het is een inschatting. Het is een verwachting. Dus het kan ook nog anders zijn. Dus ik dacht, ja, waarschijnlijk kunnen we onze medium stint niet lang genoeg rekken om rechtstreeks over te gaan naar de regenband. Maar dat wordt nog even afwachten als we hier inmiddels in bocht 10 een positie pakken ten opzichte van onze teamgenoot met de DRS. Trekken we hem naartoe, remmen we iets later, komen we aan de binnenkant. Dan is het een mooie inhaalactie die ik via een rare herhaling eigenlijk krijg te zien. Normaal gesproken ben ik niet zo fan van deze herhaling, maar met deze achtervleugel, deze prachtige tekst op met een goede inhoudelijke boodschap. Hier zien we hem nog even een paar keer. Dan vind ik het wel het laten zien waard van de herhaling. Het is duidelijk. Maar dames en heren, doe even abonneren. Als we hier achter ons zien dat Lewis Hamilton inmiddels aan het opschuiven is door het veld heen. Natuurlijk Hamilton als 16e gestart. Volgens mij als 17e gekwalificeerd of 18e zelfs. Maar natuurlijk, er waren een aantal gridpenalties. Wat ik zei, Tsunoda en Raikkonen en Latifi hadden er sowieso al eentje. En dan zien we hier weer een gele vlag en weer iemand in het grind staan. Ja, op deze manier gaan we wel makkelijk door het veld heen kunnen. Nu is het Sebastian Vettel, de man die ons bij de start nog inhaalde. Die hier spint in bocht nummer 4 uit mijn hoofd. Te vroeg op zijn gas. Dan staat hij vast in de grindbak. Gaat hij hem nog een paar keer steken. Kan hij wel gewoon verder. Het is niet dat zijn race over was. Maar voor ons weer een gratis positie. Ja, ja. We schuiven om naar plek nummer 8. Wel wetende dat Hamilton dus nog achter ons zit. Nu op plek nummer 9. Maar je weet, Lewis Hamilton, die gaat ons inhalen. Yellow flag. Dan is er weer geel voor ons. En als we dan meekijken over de auto van Charles Leclerc, zien we daar teamgenootje Carlos Sainz. Wie gestart was op P3 en ook nog steeds op plek 3 reed. Hij reed voor een podium. Maar zijn Ferrari motor begeeft het. En daardoor hebben wij weer een gratis positie gewonnen. En schuiven we op naar de 7e plek. Is hier geel. Dus kan Lewis Hamilton ons uiteraard niet inhalen. Wat? Hij haalt ons in. Onder de gele vlag. Dat is zeg maar verboden. Zeg maar no overtaking tijdens de gele vlag. Dat is zeg maar regel 1. Nou, niet regel 1, maar wel de standaardregel. Overigens zie ik hier wel op de achtervleugel staan dat de mensen moeten abonneren. Maar goed, dat even tussendoor. Maar je ziet hier letterlijk, hier is geel. Hier haalt hij me in. Je ziet hier links nog een Marshall met de gele vlag. En pas vanaf deze mini-sector wordt het weer groen. Oftewel, glitch in the game. Kijk, uiteindelijk het is Lewis Hamilton. Dus weet je, het boeit niet. Hier rijdt hij al 2 seconden bij me weg. En maak ik ook nog eens een foutje. En dat gat wordt alleen maar groter. Hij had me uiteindelijk altijd wel ingehaald. Maar hij had hier natuurlijk gewoon een straf voor moeten krijgen. Want hij haalt me in onder de gele vlag. En dat mag niet. En
Het probleem is, heb ik ook nog een slechte exit. Rondje daarna haalt ook mijn teamgenoot me in onder de... Nou, nee, niet onder de gele vlag. Nu mocht het wel gewoon. Vallen we wel terug naar plekje nummer 9. 5 minutes until rainfall expected. 5 minutes until rain. En dan krijg ik dat het over 5 minuten gaat regenen. En denk ik, nee maat, weet je wat het is? Als het begint te regenen, gaat iedereen naar binnen. En op het moment dat ik zo dicht achter mijn teamgenoot zit... Betekent dat dat ik ga worden opgehouden in de pitstraat? Want ik ga achter hem naar binnen moeten, ik ga achter hem moeten aansluiten. En dat kost zoveel tijd omdat je gedubbelstekt wordt. Ik dacht, ik moet hem voorbij voordat de regen begint. Want ik wil niet tegelijk met hem naar binnen. Want dat kost me dan vervolgens gewoon 5, 6, 7 seconden. En dan ga ik waarschijnlijk nog terugvallen achter Giovinazzi en misschien zelfs achter Stroll. Dus ik moet hem inhalen op het moment dat we in ieder geval dat we die regenval verwachten. Natuurlijk kan iedereen toch nog op een andere strategie gaan, dus je weet het niet zeker. Maar zeker voor het onzekere wil ik hem gewoon voorbij. En ik weet wel, ik heb DRS, hij heeft het niet. Inmiddels is Hamilton voor ons ook al Alonso voorbij gegaan. Dus je ziet die man snijden natuurlijk door het veld heen. Als wij hier een aanval plaatsen op onze teamgenoot richting bocht 1. En eigenlijk vrij simpel met een beetje batterij en vooral met de DRS open. Weten wij onze teamgenoot te pakken. Gaan we terug naar plek 8 en zitten we op zich wel lekker in die positie. Voor het geval dat het gaat regenen en de regen zit er nu echt aan te komen. Als je hier een herhaling ziet van de inhaalactie, heel clean eigenlijk. Dit was zoals hij mij ook inhaalde. Voor de bocht ben je er al voorbij. Je hoeft niet later te remmen. Geen risico's. En zo pakken we dus onze teamgenoot. Als we vervolgens zien dat voor ons al heel wat mensen een pitstop maken in rondje 14. Zo zien we de leider in de wedstrijd, Max Verstappen, hier van de mediums naar de hards gaan. Wie dat nog meer doet is bijvoorbeeld Charles Leclerc. Maar eigenlijk het hele veld voor mij gaat naar binnen. Ook hier Lewis Hamilton, ook hier Pierre Gasly, die we natuurlijk naar binnen zagen gaan. Maar echt alles en iedereen, ook Alonso op Bottas en Norris na, maakte pitstop. Dus ik dacht, maar gaat nou niemand het risico nemen om door te rijden op de droogweerbanden tot de regenbanden? Ook mijn teamgenoot zie je hier naar binnen gaan, allemaal medium naar hard. Al die gasten hebben gewoon geen rekening mee gehouden dat het überhaupt gaat regenen. Dat doet de computer gewoon niet. This light rain is going to be with us for a while now. Dry seem like the fastest tire at the moment. Kijk, de droge banden zijn nog wel de snelste, maar je ziet al regendruppels op het scherm. En mijn engineer zegt het ook, het regent daadwerkelijk. Dus iedereen is naar binnen gegaan, behalve Norris en Bottas. En ik dacht, gaat iemand het durven om dat risico te pakken en de stint dusdanig uit te breiden dat je een pitstop bespaart? Want dat doe je als je rechtstreeks naar de regenbanden gaat. Want al die andere gasten gaan straks nog een keer moeten stoppen. Maar dan zie ik vervolgens, Bottas is binnen, Norris is binnen. Kies ik eieren voor mijn geld. Ik dacht, ik kan wel niet naar binnen gaan. Maar dan zul je straks zien dat de regen nog heel lang op zich laat wachten. En dat ik daar zoveel tijd mee ga verliezen. Dus ook ik kom binnen. Maar in tegenstelling tot de rest, iedereen doet medium hard. Omdat ze denken, oh, we moeten de race op de hardband uitrijden. Terwijl we allemaal weten, het gaat nog regenen. Kies ik voor medium soft. Waardoor dat ik dus nu een 2 compact zachtere band heb. En uiteindelijk gaan we waarschijnlijk allemaal over 3 of 4 rondjes alsnog naar die regenband moeten gaan. Dus zij gaan nu 4 rondjes rijden op een hardband. En ik 4 op een softband, ja, dan kun je nog, dat is dan nog de beste optie, zeg maar. Maar de computer kan zo niet denken. Ik kom wel achter mijn teammaat terecht. Ik ben geundercut. Maar ja, ik zei al, 2 compounds zachter. Dus het duurt ook wel geteld een heel rondje. En dat sluit wel aan bij onze teamgenoot. Sowieso is het, de softband kan makkelijker door als het al langzaam begint te regenen. Want die heeft meer grip. De hardband in de regen is echt drama. En dan horen we ook dit van onze engineer. Keep getting heavier for the next 15 minutes at least. Dry seem like the fastest tire at the moment. De droge banden zijn nog steeds de snelste als we hier in bocht 1 onze teamgenoot inhalen en teruggaan naar plekje nummer 9. Maar je ziet wel dat het steeds harder begint te regenen. Het gat naar Alonso is op dit moment 9,3 seconden als wij kijken naar de inhaalactie op onze teamgenoot. Maar Alonso ook op die hardband. Hè? Onthoud die 9,3 seconden. Want 1 rondje later zien we al dat het gat naar 8,7 is. En we winnen dus 16e per rondje. Ook is Sergio Perez naar binnen, waardoor dat wij opschuiven naar plek 8. Perez natuurlijk die crash gehad, waardoor dat hij vroeg al een pitstop had gemaakt. Kon iets langer doorrijden. Was helemaal teruggezakt achter in het veld. Maar dat was nog niet alle pech voor Sergio Perez dit Grand Prix weekend. Want waar het al dramatisch ging door de crash van Ricciardo, waar hij eigenlijk de dupe van werd. Helemaal achteraan terug moest komen in het veld. En vervolgens engine failure en hij moet zijn Red Bull aan de kant zetten. En dus valt Sergio Perez uit als wij inmiddels nog maar 7,1 seconden achter Fernando Alonso zitten. En dus op die softband al 2 seconden goed hebben gemaakt. Maar dan zien we Pierre Gasly in pit lane en ook Lewis Hamilton in pit lane. En het is zover, rondje 21, ik zei het al. Die mannen hebben 4 rondjes gereden op de hardband en het is nu tijd voor intermediates. Hamilton is binnen, Gasly is binnen, Alonso is binnen.
En ik supersnel hier switch ik van volgende banden soft naar intermediate. En meteen box this lap. En we gaan naar binnen. We hebben 4 rondjes kunnen rijden op die softband. Hebben daarmee wel dus 2 seconden goed gemaakt. Maar dan is het nu tijd voor onze pitstop naar regenbanden. En wie dat nog meer doet is onder andere onze teamgenoot Matsushita. Ook Ricciardo. En ik kan je vertellen, zelfs het volledige veld duikt naar binnen. Allemaal voor intermediates. Vanuit de onboard van mijn teamgenoot ziet dat er zo uit. Het is overigens mijn teamgenoot. Ondanks dat er Ed Robbie VD Graaf staat. Je kunt namelijk maar 1 livery selecteren. En die geldt ook voor je teamgenoot. Dus hey, dikke SO naar Matsushita die met mijn Instagram op zijn Halo rijdt. Dus dat laat alleen maar zien dat jullie echt moeten gaan volgen even op Instagram. Man. Hey, SO man. Maar Matsushita verliest dus echt 6 seconden in pit lane. Omdat hij dus op mij moet wachten. Inmiddels het hele veld naar de intermediates. Alleen de mannen voorin waren nog niet gestopt. Verstappen, Bottas, Leclerc en Norris. Dat waren de enigen die nog niet naar binnen waren gegaan. Omdat zij dusdanig ver voor liggen. Was het voor hun nog geen tijd toen zij langs de pitstraat kwamen om naar binnen te gaan. Maar een rondje later is dat voor hun wel aan de orde. En gaat dus het hele veld naar de intermediates. We zien ze hier allemaal switchen. En dan is het uiteindelijk zo dat op het moment dat wij hier voorbij gaan zien we alleen Stroll nog op de hardband. Maar hij hoort ook dat de regen door blijft gaan voor de rest van de race eigenlijk. En dus gaat Stroll ook naar binnen. En is het dus zo dat ik op de 8e plek rij, Matsushita op de 9e plek. En dat ik dramatische race pace heb in de regen. Het gat naar Alonso was 7 seconden. Nu inmiddels al 12. Matsushita kwam 9 seconden achter mij de pit lane uit. En is nu nog maar 6 seconden. En dat zet zich eigenlijk door de rest van de race. In rondje 30 is het gat naar voren al 15, 16 seconden zelfs. En Matsushita nadert tot 4 seconden. En dat laat maar weer zien. Mijn race pace in de regen was dramatisch. Over 1 rondje was ik super snel, want in kwalificatie ging het geweldig. Moet ook wel zeggen, mijn regelelektronica zit op 71% slijtage. Dus ik dacht even van, oh no man. Niet dat dadelijk mijn engine eruit klapt. En dat ik net zoals Sergio Perez langs de kant sta met mijn Honda. Gelukkig, kleine spoiler, gebeurt dat niet. Uiteindelijk is hier de finish. Zitten we dik 16 seconden achter Alonso. Hebben we Matsushita wel kunnen consolideren op 4 seconden. Hij reed het gat even dicht van 9 naar 4. Maar daarna is hij niet dichterbij gekomen dan dat. Overigens, heel knap van Matsushita, hij weet Ricciardo achter zich te houden. Ricciardo die natuurlijk in rondje 2 spinde en van helemaal achteraan uiteindelijk zichzelf nog wel de punten in heeft gereden. Maar natuurlijk wel zijn hele race heeft weggegooid door die spin. Anders was hij gewoon 5e of 6e geworden. Maar weet hem niet meer in te halen, omdat mede door de regen het onmogelijk is om in te halen hier in Spanje. Wat sowieso al moeilijk is, maar in de regen al helemaal. En wij finishen als 8e, wederom in de punten. Max Verstappen wint de Grand Prix voor Valtteri Bottas. Valtteri Bottas en Charles Leclerc. Leclerc wordt derde omdat zijn teamgenootje natuurlijk uitviel. En Hamilton komt knap terug van plek 16 naar plek 5. Norris dus 4e. Dat laat zien dat Ricciardo door die spin wel echt heel erg zonde van de klassering. Anders was hij ook gewoon 5e geworden. Waarschijnlijk nog voor Hamilton. Uiteindelijk Perez natuurlijk uitgevallen. Die rijdt helemaal een dramatisch raceweekend. En ook Sainz uitgevallen. Netto zijn dat de 2 plekken die we winnen. En we verliezen de plek ten opzichte van Hamilton. En dat is eigenlijk wat de hele race is gebeurd. Natuurlijk kwam Vettel ons voorbij bij de start. En spinde daarna viel weer terug. Natuurlijk hebben we Ricciardo ingehaald door een spin. Maar zijn wij ook weer ingehaald door Fernando Alonso. Dus netto winnen we 1 plek. Maar het zag er wel iets meer uit. We hebben volgens mij 4 gewonnen, 3 verloren. Dat is eigenlijk wat erop neerkomt. Al met al weer een geweldig resultaat voor ons team. We klimmen naar plek 10 in de coureursklassement. En we blijven 5e in het constructeurskampioenschap. En het gaat gewoon lekker. Wederom punten. Ik heb tot nu toe 3 keer punten gehaald. En Matsushita 2 keer. En dat in een auto die dat eigenlijk helemaal niet zou kunnen. Maar echt weer een tering leuk weekend gehad hier in Spanje. Mede door al die regen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. We halen onze doelstelling die we van onze sponsor hebben gekregen. Want jongen, wat hebben wij ontzettend veel media aandacht gekregen. Maar ja, wat denk je dan met zo'n geweldige coureur in het midden? Het is niet anders. We hebben weer voldoende geld om er volgende aflevering weer leuke dingen mee te doen. Vergeet niet te abonneren zoals op mijn achtervleugel staat. En hoop ik jullie de volgende video weer te zien. Tot dan. En later mensen.